ze hebben het geld liggen, dan gaat het over geld, dan gaat het over Nouri. Het is volstrekt onduidelijk om welke bedragen het gaat, volgens mij, Chris. Weet je, ja, heb je enig idee waar het op fout gaat? Nee, dat is eigenlijk het grote raadsel, want het is al 3,5 jaar geleden. Ja. 8 juli 2017 is dat ongeluk met hem gebeurd op het veld. En ze zijn er nog steeds niet uitgekomen. En ik heb vandaag contact gehad met allebei de partijen. En ze doen er allemaal, eigenlijk wil ze geen commentaar geven, maar allebei zeggen ze ook, we willen uitkomen. Maar blijkbaar is er toch iets van frictie. Dat de ene partij heeft denk ik hoge verwachtingen. En de andere partij denkt van ja, waarom moet ik dat bedrag betalen? Dus ze komen er gewoon niet uit. En dat wordt ik, nu... ik zeg net tegen Johan, voordat we de uitzending ingingen. Ik zeg 10 miljoen. Toen zegt Johan, dat betalen ze morgen. Mm-hmm. Ja, ik denk dat het om 30, 40 en misschien wel meer gaat. Want zo'n familie die heeft natuurlijk zo'n carrière van die jongen voor ogen. Ja, die zag een absolute topcarrière. Eerst een paar jaar Ajax en dan een grote club in het buitenland. Dan ga je al die salarissen en transfervies bij elkaar optellen. Dan kom je tot een waanzinnig bedrag. En ik kan me best voorstellen dat Ajax zegt, ja, dat is te gek. Maar voor 10 miljoen denk ik dat Ajax van het gezeur af wil zijn. Het is natuurlijk voor Ajax ook een moeilijke positie, hè? Ja, maar want ze hebben het eerst lang over gedaan. Ze hebben schuld bekend. Ja, uiteindelijk. Toch? Uiteindelijk. Ja. Je hebt ook met je image te maken. En je hebt met je menselijkheid te maken. Dus ik bedoel, er zal best over onderhandeld zijn. Ja. Maar ik denk dat die verschillen zo ver uit elkaar liggen. Ja, maar dan zou je bijna denken dat ze zoiets hebben van ja, maar het moet ook wel in alle redelijkheid uiteindelijk gecompenseerd worden. Ja, maar worden. Nu komt er een nieuw probleem, Wim. Want dan gaan ze naar de rechter. Arbitrage. En dan ligt alles op straat. Ja. En ik denk dat beide partijen daar geen trek in hebben. Dus ik vermoed nog dat vlak voor zoiets plaatsvindt. Maar ik hoorde gisteren Arno Vermeulen zeggen dat er is 9 maanden geen contact geweest tussen Ajax en de familie. Nee, maar dat zal wel contact door de advocaten zijn, hè? Ja. Ja, het is nu een zaak van de advocaat en de wegen dat het lang gaat duren. Want die hebben allebei de hak in het zand en er komt eigenlijk geen compromis. Maar eigenlijk zou een man als Overmars, een voetbalman van Ajax, het moeten regelen met de familie. Hè, het is niet anders dan een transfer, bij wijze van spreken. Dus eigenlijk zitten ze op een doorbraak te wachten. Want advocaten, dat gaat alleen maar geld kosten en tijd kosten. Ja. Dus eigenlijk moeten ze allebei water bij de wijn doen en tot een compromis komen. Maar dan moet je denk ik buiten advocaat omregelen. Ja, maar is het toch extra moeilijk zoiets omdat Ajax een beursgenoteerd bedrijf is? Die kunnen natuurlijk niet voor Sinterklaas spelen. Nee, daarom. Die zullen toch even met hun achterban moeten overleggen voordat ze zoiets doen. Hè? Want het komt natuurlijk allemaal uitgemeten in de media. Ja. Maar ik denk dat ze allebei baat hebben bij een snelle oplossing. Dit moet niet nog jaren gaan duren. En vaak zijn de letselschadeadvocaten, die zetten het hak in het zand. En dat zijn procedure op procedure. En dan moeten er stukken aangeleverd worden. Dat gaat nog jaren duren. Dus blijven het ook jaren sluimeren. Ja. En iedereen moet eigenlijk naar een snelle oplossing. Nou ja, afwachten, arbitrage. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight app.